Suriname is vrij van COVID-19 patiënten. De COVID-19 website geeft aan dat de laatste patiënt 2 keer negatief is getest op het virus en op 2 mei is zij genezen verklaard. De monitoring van dit laatste geval zal volgens het managementteam nog niet stoppen. De infectioloog zal over een week nog een laatste test doen. Om de situatie van serobesmette personen zo te houden, is het volgens het managementteam van groot belang dat de samenleving alert blijft en zich aan de COVID-19 maatregelen houdt. De situatie aan de grenzen baart de overheid nog steeds zorgen. Het blijkt volgens het managementteam dat mensen de grenzen in het oosten, westen en zuiden nog steeds illegaal oversteken. De total lockdown van deze grensrivieren die afgelopen donderdag is ingegaan, is bedoeld om het gevaar voor nieuwe besmettingen te minimaliseren. Tot en met 10 mei zullen politie, militairen, de medische zending, districtscommissarissen en het traditioneel gezag samenwerken om het binnenland en de rest van Suriname coronavrij te houden.